Welkom bij Cartographers in 3 minuten. Cartographers is een spel vanaf 1 speler en vanaf 10 jaar. En over elk potje doe je ongeveer 30 minuten. En het is een draw and write, dus je draait kaarten om. En met de uitslag van die kaarten ga je aan de slag op je eigen spelersbordje. Klopt, en wat is het doel van het spel? Het doel is logisch zoveel mogelijk punten scoren. En je moet met allemaal doelen rekening houden over 4 rondes. En wie na 4 rondes dus de meeste punten heeft, die wint het spel. Ja, en het leuke is dat elke ronde een ander doel heeft. En die doelen kunnen ook weer van elkaar verschillen. Dus dat maakt de herspeelbaarheid super groot. Ja, wat ook leuk is dat je allemaal tegelijkertijd aan de beurt bent. Dus aan het begin van een beurt eigenlijk draai je een kaart om en de uitkomst erop, dus het figuur dat je ziet staan, dat teken je op je eigen blaadje. Ja, dus dat is een Tetris figuur, maar handig bij Cartographers is dat je mag tekenen waar je maar wil. Ze hoeven dus niet aansluitend te zijn en je kan over je hele blaadje gaan tekenen. Maar ja, of dat handig is, dat is weer een tweede. Dat is niet handig, denk ik. Nee. En daarnaast staat er ook een figuur in. Meestal kun je uit 2 kiezen en dat teken je eigenlijk in het figuur dat je tekent. En dat is belangrijk, want zo weet je welke doelen je haalt en of je bepaalde punten scoort. Maar er zijn nog andere dingen waar je rekening mee moet houden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een ruïne omdraait. Dat betekent dat de volgende kaart door één van de ruïnes op je blaadje moet. Ja, daar zit je misschien helemaal niet op te wachten. Nou ja, waarschijnlijk niet op te wachten, want dat is waarschijnlijk een plek die heel irritant is voor het behalen van jouw doel. Wat is nog meer belangrijk? Als je hem omdraait, dan zie je al dat er ook een slechte kaart tevoorschijn kan komen. En dit is in dit geval een paars monster. Als dat zo is, dan wissel je met je blaadje met een tegenspeler. En diegene mag dat monster gaan tekenen op jouw blaadje. En die tekent dat natuurlijk op een plek waarvan je denkt, waarom komt hij daar? Ja, het komt helemaal niet uit. Je krijgt er ook nog minpunten voor. Dus dat is allemaal wat je niet wil. Wij kijken nog meer naar. Er staan allemaal getallen op de kaart die je omdraait. Als je een bepaald aantal waarden haalt, dan is een ronde afgelopen en dan schud je de stapel opnieuw en ga je dus door naar de volgende ronde. Ja, je weet dus nooit precies hoe lang een ronde duurt en dat maakt het ook wel weer spannend, want je wil wel die doelen halen. Nou, waar kun je nog meer punten voor scoren? Je kan gebouwen krijgen waar je munten voor kan krijgen. En als je die kiest, dan teken je hier een muntje af en daar krijg je ook elke ronde punten voor. En verder verschilt het dus per jaargetijden. Ja, dat is heel leuk. Er zitten heel veel doelen in, dus elk potje is eigenlijk anders. Je kunt eigenlijk een mix en match doen van allemaal verschillende doelen. Dat is gewoon heel goed gedaan. Ja, soms moet je kolommen vullen, soms moet het bos naast een huis, soms moet het weiland juist niet naast het water. Het is altijd een flinke puzzel. Dat is het zeker, maar dat maakt het wel heel erg leuk, want je hoort het al een beetje, wij zijn behoorlijk enthousiast over Cartographers. Ja, ik hoop dat we je in deze 3 minuten een leuk beeld hebben kunnen geven van hoe je dit spel speelt en dat jij nu weet of het iets voor jou is.